Wij zijn echt uit jouw regio. Welkom bij ZRO in Zelzaten, de toffe gemeente die knaldoormidden wordt gesneden door het kanaal Gent-Terneuzen. En daarmee zetten wij een heel belangrijke bron van frustratie, de brug van Zelzaten. En Zelzaten naar Joy weet waarom. Deze brug gaat tot 20 keer open en dat is super lastig, want hier staat je voor als je van de ene kant naar de andere kant moet. Daniela, haven die Terneuzen, kunt u de stuurboordzijde nemen? Ik mag gewoon door het midden varen. Geen begrip van gebruik. En daarom hebben wij een app gemaakt om te zorgen dat wij op voorhand kunnen vertellen aan de mensen wanneer en hoe lang dat de brug gaat openstaan. En ik ben wel trots, want het is de drukste ophaalbrug van België en meteen de eerste met een eigen app. Een app-haalbrug. Slim bedacht van Joy. ZRO. In Zelzaten vieren Lydie en haar zoon Christophe de 25e verjaardag van een wel heel lekker geheim. Christophe viert de krieken, hè? Hoe kunt eraan beginnen? Ik maak een kriekenpraline gebaseerd op een heel speciaal geheim recept van mijn grootmoeder. Dat is een kleinigheid die mijn moeder daaraan toevoegde. Het enige dat ik daarover kan zeggen, dat is dat het een kruid is. En dat geeft de fijne smaak aan de kriek. En wij doen dat al sinds 25 jaar. Voilà, dat is het eindresultaat. En als je daarvan van niet zit, zat. ZRO. In Zelzaten is het soms nog altijd een heel klein beetje oorlog. Wij zijn een modelbouwvereniging die voornamelijk modelbouw doen, Wereldoorlog 1 en 2. Dit is een van mijn laatste diorama's dat ik gemaakt heb. Een Franse boerderij die door de Duitsers bezet is. Ik heb daar ongeveer een jaar aan gewerkt. Ik heb daar 11.000 kasseien moeten indrukken met het penseel. En vervolgens 11.000 keer in een verschillende kleur geschilderd. In feite is een oorlog niks leuk, maar je kunt daar redelijk veel je fantasie in uitwerken. En daarmee begraven we de strijdbijl in Zelzaten. Tot de volgende keer!